welkom bij Topnames. Ze zijn blij dat u niet allemaal naar het Eurovisie Songfestival kijkt. Mijn vriend Stekel. Wat is daar nou weer mis mee? Ja. Ja. Ja, anders zijn wij geen kijkers, toch? Okay. Alleen om die reden al. Welkom bij Topnames. We zijn er 2 weken niet geweest. Allebei op vakantie geweest. En afgelopen weekend ben ik heel veel bezig geweest met Quantified Self Europe. Maarten den Braber is daarvan. In dit programma gaan we daarop terugkijken, maar ook op de trends die daar spelen. We halen wat quotes naar voren van de interviews die we gedaan hebben. Maar Maarten, we moeten toch gewoon iedere keer nog even bij het begin beginnen. Voor wie het niet weet, Quantified Self, wat is dat? Ik denk dat je moet beginnen dat Quantified Self gaat om zelfmeting door zelf weten door meten. Dat is eigenlijk de meest basale Nederlandse term, denk ik, die je ervoor kan gebruiken. Quantified Self is eigenlijk 2 dingen geworden. Het is een naam geworden voor alles, vooral wat met gezondheid te maken heeft en meten tegenwoordig. Het wordt geclaimd door eigenlijk iedereen die maar een gadget of een apparaat op de markt brengt wat iets te meten heeft. Het wordt vrij wijdverbreid gebruikt. En tegelijkertijd is het ook de naam van een community van mensen die zich daar eigenlijk heel actief mee bezighoudt. En daar komen denk ik misschien later nog wel op terug, maar die 2 dingen kwamen eigenlijk afgelopen weekend gewoon bij elkaar. De technologie en de dingen die je er kan mee doen, maar ook de mensen en de groep die daaromheen ontstaat. Het is eigenlijk net als voor de mensen die Mobile Monday nog kennen, een groep die onder 1 naam overal ter wereld mensen bij elkaar brengt om daarover te praten, te discussiëren. Ook heel veel persoonlijke experimenten te laten zien, om te laten zien, ja, wat kan jij als 1 ding eigenlijk gewoon allemaal wel niet doen als je technologie hebt en mogelijkheden om experimenten te doen. Ja, en het spectrum is dan breed, hè, want het gaat, je geeft het eigenlijk al aan, je kan alles meten, gaat sporten, wordt natuurlijk, ja. Al die mensen die dat aan het doen zijn, kennen het hele begrip waarschijnlijk niet, maar zijn gewoon hun hardloopactiviteit aan het bijhouden, hun conditie. Ja. Mensen die op de weegschaal gaan staan, geldt hetzelfde voor. Ja. En een aantal van die gebieden, die kennen we eigenlijk al sinds jaar en dag. Ja. Maar dankzij de nieuwe apparaten die er zijn, en de mobieltjes spelen daar een belangrijke rol in, kunnen we eigenlijk steeds meer. Ja, het meest bizarre vastleggen. Voorbeeld noemde je net voordat we begonnen. Laten we even zien. Voor de mensen die een ECG wel eens hebben laten maken. Ja, dan moet ik altijd naar het ziekenhuis. Moet je naar het ziekenhuis. Ja. En dit is in ieder geval op hele simpele basis. Want je moet ook niet overdrijven wat op dit moment sommige mogelijkheden zijn. Ja, maar dit is wat ze noemen. Een single channel ECG. En dat wil zeggen dat je kan je vingers hier achterop leggen. En daarmee kan je eigenlijk een ECG maken. Dat hartritme filmpje eigenlijk wat je dan maakt, dat is volledig medisch goedgekeurd. Dus deze wordt in Amerika ook door cardiologen gebruikt. Betekent dus dat je niet meer bijvoorbeeld de spreekkamer uit hoeft, of als het in het vliegtuig zou gebeuren, dat er noodzaak is om een meting te doen, dan kan je dat dus ook doen. Dus dit is wel de staat. Die FDA-approval trouwens, dat is zo'n heilige graal aan het worden voor veel van die devices. Want men wil natuurlijk dat het niet alleen maar een leuke gadget is voor wat hobbyisten, maar dit is toch wel een niveau waar men heen wil met een apparaat wat ook door professionals gebruikt kan worden, zowel als door hobbyisten misschien. Maar ja, dit is een van die eerste voorbeelden van apparaten waarmee dat dus En kan. Jouw community, de QS, Quantified Self, bestaat dat nou vooral uit hobbyisten of uit professionals? Of loopt dat door elkaar heen? Ja, ik vergelijk het altijd een beetje met het soort community. Toen ik was wat later zeg maar met internet, dat ik online kwam misschien 95, 96. Maar daar had je toch ook nog een heleboel hobbyisten. Was je ook best wel vroeg, hoor. Ja, nou ja, ik denk niet zo vroeg als sommigen. Het is goed dat je even schuldig. Dat je toen pas bij was. Ja, precies, ja, helaas. En toen had je toch heel veel hobbyisten die het... Erwin schreef een rake blogpost erover, over hoe het een beetje voelt. Dat zo'n community is van mensen die allemaal de mogelijkheden zien van wat er kan. Technisch vooral, maar vooral omdat dat experimentele mogelijkheden biedt. Van een soort idee, wat kunnen we allemaal, wat zouden we allemaal willen en daar heel onderzoekend mee bezig is. Dus dat trekt allerlei soorten mensen aan. Er is bijvoorbeeld een specifieke groep dit weekend bezig geweest van onderzoekers. Die zijn er ook al veel langer mee bezig, wat jij net ook zegt, onder hele andere namen, maar veel langer al met het onderwerp. Hackers, echte mensen die dit programmeren en in elkaar bouwen. Businessmensen die mogelijkheden zien voor een bedrijf. Ik vond ook een leuk voorbeeld dat bijvoorbeeld de BBC er was om te kijken hoe het voor hun impact heeft. Het meten en dus de data die er weer van komt, dat heeft weer effect op hele andere diensten. Dat zou je misschien niet meteen linken. Dus het was echt een heel breed scala van mensen, van wetenschappers, onderzoekers, hackers, bouwers, enthousiastelingen in de algemene zin. Dat was echt een heel groot... Ja, want dat was mijn verhaal een beetje. Ik voer het in
zeg maar, niet meer de jaren 90, dat hele internet. Toen had je ook van die bijeenkomsten met tentjes bij Almere bij elkaar komen. En het was heel erg het onderzoeken, het uitproberen, kijken hoe ver kan je gaan, et cetera. En dat speelde toen, en dat had ik hier ook heel erg. Waar je bij South West in Amerika komt en de eerste vraag, of op zijn minst de tweede vraag is, what's the business model? Ja. Heb ik die vraag hier eigenlijk zeg maar helemaal niet gehoord. Want dat is eigenlijk waar deze community nu in deze fase niet mee bezig is. Maar meer met het onderzoeken, de fascinatie, wat kan het ons brengen, et cetera. En dat had je zeg maar die kleine 20 jaar geleden had je dat ook. En dat vond ik er zelf ontzettend leuk van. En een heel breed scala aan mensen. Als jij aan mensen moet uitleggen waarom dit belangrijk is of een belangrijke stroming ontwikkeling, wat zeg jij dan? Het voornaamste is eigenlijk dat het nu zo langzamerhand steeds duidelijker wordt dat het, en ik wil niet zeggen dat het een soort determinisme is, dat we er niet meer onderuit komen. Maar we gaan op een bepaalde manier met deze technologie moeten dealen. Camera's die constant opnames maken, metingen die we altijd zouden kunnen doen. En het is belangrijk, vooral de community eromheen in mijn ogen belangrijk, omdat we nu ook misschien nog wel beter dan 20 jaar geleden mogelijkheden, tools, plekken hebben om over die implicaties te kunnen discussiëren. Dat vind ik er zelf heel belangrijk aan. Er zijn genoeg plekken buiten de QS-gemeenschap en conferentie om waar de mogelijkheden eindeloos worden getoond. Technologieconferenties, weet je wel, de Next Web is een heel mooi voorbeeld van waar echt mogelijkheden worden getoond, businesses enzovoort. Het verschil met QS en de QS-conferentie bijvoorbeeld is dat het ook heel erg gaat om proberen een stapje terug te zetten, het beeld te bekijken van wat er nu allemaal aan de hand is en daarmee te onderzoeken van wat willen wij dat onze stem is in de ontwikkeling van die technologieën. Dus laten we het zo gebeuren dat we bijvoorbeeld overal altijd maar worden gefilmd. Of willen we meedenken met de bedrijven en de mogelijkheden die ontwikkeld worden. Om daar samen tot een model te komen waar we misschien allemaal ons prettiger bij voelen dan als we het maar laten gebeuren. Ja, misschien moeten we even een quoteje. Ja. Want wat even in aanloop daar naartoe. Want het Quantified zelf gaat heel erg over het meten. Maar eigenlijk als je daar rondloopt gaat het over veel meer. Ja, want het gaat eigenlijk over dat mensen en computers steeds dichter naar elkaar toe kruipen, zeg maar. En de ene keer is het misschien het bewust meten en vastleggen, maar tegelijkertijd gaat het hele andere mogelijkheden geven. En een van de grondleggers... En laten we niet vergeten, er lopen ook wel mensen rond waarvan ik denk van nou... Maar dat is niet Joeri van Geest die we nu gaan laten zien. Een van de grondleggers van het evenement. En ook hier te gast geweest bij Top Names. Self-healthcare. That lowers the cost of the whole healthcare system, makes it more personalized, more effective, more efficient, and more customer-driven, user-driven. So I think there are many, many benefits, not only financially, but also psychologically. I think the old healthcare system is broken, and the business model as well. So right now it's starting to change slowly, probably take 10 to 20 years, but it's starting right now. And Quantify itself is a big building block in this transformation, besides DNA profiling, personal life healthcare, social healthcare, e-health, mobile health. I think this is a big trend. We are at the Gutenberg moment of healthcare. Dat was een hele mooie quote van hem. Leg even uit voor wie het niet weet. Gutenberg. Ja, dit is natuurlijk de vergelijking met de boekdrukkunst. Dus dat je op een gegeven moment de tools in handen krijgt om daadwerkelijk eigenlijk om een juridische wereld het exponentiële ziet gebeuren. Namelijk, we konden van heel erg langzaam steeds exponentieel sneller bijvoorbeeld informatie verspreiden. En in die zin, ik denk een andere vergelijking is ook wel natuurlijk met andere bewegingen. Als bijvoorbeeld health. En even één zijlijn, het is misschien wel ook een bredere beweging dan alleen health. Maar health is wel echt een focus aan het worden, zie je aan alle vlakken. Dan gaat het veel meer om gegevens. En als we natuurlijk met gegevens gaan rekenen, dan neemt er veel exponentieel toe. Mogelijkheden, processorkrachten, uitkomsten, algoritme enzovoort. En dat speelt wel degelijk mee ook hier. Dus de boekdrukkunst heeft voor de democratisering van de verspreiding van het woord gezorgd. Ja. En dat kan op deze manier met al deze technieken en tools... Ja. Het is de democratisering van de gezondheidszorg. Ja. En het zijn natuurlijk wel grote woorden. Als je zegt van we staan op dat punt. Hè, we weten wat de boekdrukkunst heeft gebracht en heeft veranderd. Van waar blijkt dat dan uit? Wat maakt dat jullie er allemaal zo van overtuigd zijn
dat er een soort van revolutie staat te gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, als je nu mensen vraagt om met harde cijfers te komen, om nu de daadwerkelijke potentie van het geheel aan te tonen, zonder dat je dat zou kunnen weerleggen, doordat je er toevallig een andere blik op hebt, dan kom je in een soort woordenstrijd terecht. Ja. Waar ik zelf aan zie dat het... dat het wel degelijk gebeurt, is gewoon als je simpelweg kijkt naar de versnellende factoren in de afgelopen 2 jaar. Hè, technologie, alleen al de beschikbaarheid van zoiets, dat was echt een soort science fiction. Ondenkbaar. Science fiction, echt nog 2 jaar geleden bij wijze van spreken. Toen waren mensen, ja, er wordt wel aan gewerkt, maar dat zien we voorlopig echt nog niet. De snelheid ook waarmee dit bijvoorbeeld wordt goedgekeurd, dat soort mogelijkheden worden goedgekeurd. Dus de systemen die voorheen... heel erg vertragend waren, zijn nu minder vertragend. Ik zeg niet vertraagd, maar minder vertraagd. Dus die passen zich ook aan. En als je op dat niveau systemen hebt die zich meebewegen in deze trends, is dat voor mij in ieder geval een indicatie dat het een grotere beweging is dan een paar nerds bij elkaar in een hotel in Amsterdam die toevallig het leuke technologie vinden. Het zijn de breedte eigenlijk van de mensen die zich hiermee bemoeien, die aangeeft voor mij dat het een wereldwijde impact gaat hebben op hoe we gezondheid en gezondheidszorg gaan beleven eigenlijk de komende jaren. Ik vind het wel goed om nog eventjes waarschijnlijk op een van de personen die er ook waren, waar jij net op wees, eventjes te laten zien. We hebben overigens, voor wie dat niet weet, we hebben 21 interviews gedaan. Leonieke Daalder heeft die gedaan. Staan allemaal op de site, kun je terugkijken. Dus alle mensen over wie we praten, die zijn zeg maar een kwartier aan het woord bij fastmovingtargets.nl of op ons YouTube-kanaal. Maar je trof eigenlijk hele mensen bezig die heel erg down-to-earth bezig waren. Ik was één leuk voorbeeld van een gast. En die zei van ja, we zijn nu allemaal jaren 40 en ik en mijn vrienden worden ieder jaar 1,5 kilo dikker. En we kwamen op een gegeven moment tot de conclusie, kunnen we daar niet wat aan doen? Nou, we hebben een spel bedacht en dat houdt in, we stoppen allemaal 1000 pond in de pot. En we moeten 1 keer per maand allemaal in de pub op de weegschaal gaan staan. En als we aangekomen zijn, gaat er 100 pond van die 1000 af en die gaat dan naar de rest. Ja. Dus dat moet er dan voor zorgen om een speels element te meten, gamification toe te passen en ervoor te zorgen dat ze op gewicht blijven. Nou, dat ging op zich aardig. En nu zijn ze alleen een nieuwe fase in aan het gaan. En die houdt in van, voor sommige mensen is die 100 pond gewoon geen straf. Ja. Die verdienen, dat zijn handelaren op de beurs, die verdienen te veel geld. Dus daar zijn ze wel aan het spelen van, als je 2 maanden achter elkaar aankomt. Waar ligt de pijngrens? Ja, dan moet de pijngrens omhoog. Ja. Dat is een heel down-to-earth voorbeeld. Maar er zijn ook mensen die zeg maar, verder naar voren kijken. Daar zit een leuk voorbeeld van. I'm an optimist. I don't think anything is unavoidable. As far as on a practical level, I think things like aging could be overcome. With quantified self, to prevent things and to track health conditions, in Oh, dit is nou de mooiste quote. Kijk, wij zijn hier weer. Kunnen we nog een keer proberen, Peter? Want als we deze quote niet kunnen starten, dan is er een hogere macht aan de gang. Je niet wil dat we langer door... Ja, want we hebben hem net nog bekeken. Dus, Je kan dat ding alleen in Amerika bestellen, hè? Nee, ook in de UK. Oh. Amazon UK voert hem ook op dit moment. Kost ongeveer €200. Ja, $200. Denk ik, ja. En het grappige is, je hoeft ook geen voorschrijvers te hebben die hem aan je voorschrijven, zo gezegd. Je kan hem zelf kopen. Dus je hebt. Het is wel grappig dat er vrij veel van dit soort technologie gewoon inderdaad op Amazon staan en andere platformen. Je hoeft er niet per se van heel ver meer te halen. Peter, als het niet lukt, dan verwijs ik mensen naar de site hoor. Maar we gaan nog een nieuwe poging maken. Oké. Okay. I'm an optimist. I don't think anything is unavoidable. As far as on a practical level, I think things like aging could be overcome. With quantified self, to prevent things and to track health conditions in tandem with medical therapies such as regenerative medicine and those sorts of things. So does that mean that you think that in like 50 or 100 years time people will live to be 200? I would say that given the exponential increases in a lot of fields, digitalization and the powers, power laws, I think it will happen a lot quicker than that. Really?
Yeah, I do. I'm optimistic. I think that we luister. The gains are exponential, and they're convergent and synergistic, and all those sorts of factors play in, and hopefully we'll see greater lifespans. But also, so how old do you think you will become? I'm going to be honest, and nothing short of living forever would be good enough. Hey, niets dan het eeuwige leven zal hem tevreden stellen. Ja, zeg dat tegen een dominee zo. Hey, hoe kijk jij hiernaar? Ik ben niet zo geobsedeerd door het hele transhumanisme wat sommige mensen beleven. Mijn doel is het in ieder geval niet. Ik vind Martijn de Groot, het Quantified Self Institute, wat fantastisch dat we dat hier in Nederland hebben in Groningen, heeft... die definieert altijd bij ons als QS-instituut gaat het erom om leven aan je jaren toe te voegen. En dat jaren aan je leven, dat is een heel ander spel. En dat is maar net, ik bedoel, iedereen heeft zijn voorkeur en zijn voorkeuren waarom je in deze beweging zit of wat je er interessant aan vindt. Ik ben niet geobsedeerd door eindeloos leven. Ik vind het fascinerend. Ik ben er ook niet tegen. Ik vind het niet iets waar je niet onderzoek naar zou moeten doen. Het is iets wat er heel veel uitgepikt wordt. Hè? De fascinatie die mensen hebben als je naar de exponentiële ontwikkelingen kijkt. En de combinatie van technologie met medisch wetenschappelijk onderzoek en DNA-profiling. Komt dat wel allemaal binnen bereik? En mensen zijn blijkbaar toch behoorlijk geobsedeerd. Ja, maar ik vind het juist een goede discussie om te hebben. Want ik ben dan misschien een beetje iets romantisch aan. Ik heb wel iets. Die vergankelijkheid heeft ook iets. Weet je wel, je moet een beetje vaart maken soms in het leven. Want anders is het over. Ja, en anders dan als het maar eindeloos duurt. Dan drinken we er nog één. En dan kijken we wel weer morgen. Ja. En dat, weet je wel, er gaat veel meer bij mij. En dat vind ik ook zo goed aan die QS-community. Dit soort vragen, hè, misschien is transhumanisme ook iets wat de singularity community spreekt daar ook over. En veel mensen zijn daar mee bezig. Is een onderwerp waar je gewoon over na moet denken. Net als dat live logging waar wij het op die conferentie veel over hebben gehad. Is transhumanisme iets van, als we daar naartoe gaan, willen we dat dan? Want daar komen weer andere problemen ongetwijfeld bij kijken. En dat wil niet zeggen dat je daarom het niet moet willen. Maar dan moet je dan dus wel... denk ik, in ieder geval zou ik over nagedacht willen hebben van hoe zie je dat dan? En ik vind het in ieder geval fascinerend. Wat ik ook fascinerend dat Stuart, deze jongen die deze quote geeft, is trouwens iemand die al zijn woorden logt. En die heeft dus gewoon echt een project gedaan waarbij hij zegt het meest getrekte zijn al je woorden en je tekst. Weet je wel, hij is dus blijkbaar iemand die graag wel grote dingen aanpakt. Hè? En dan getuigen deze quote. Maar hoe logt hij zijn woorden? Dan heeft hij alles op. Hij heeft een tijd gedaan, dat kan je misschien heel erg doen, maar dat zal misschien lastig tijdsverslindend worden. Hij heeft dat voor een onderzoeksproject een tijd lang gedaan, mnemonomics, ik weet nooit hoe het uit moet spreken. Maar daar heeft hij eigenlijk uitgehaald van, zijn de woorden die ik noem te koppelen aan positieve of negatieve impact op longevity, dus langer leven. En kan je dus dan ook iets zeggen, als je dat van meerdere mensen doet, over welke woorden mensen gebruiken, over of ze dan werkelijk waar een grotere of een kleinere kans hebben om langer te leven. Bijvoorbeeld als mensen het heel vaak over health of healthy hebben, versus over dat je zegt couch of weet ik veel wat. Kan je daar analyses of verbanden? Ja, dat live logging, dat fascineert jou volgens mij enorm. Ja. Kun je aangeven wat jij de meest interessante vormen hebt gevonden die je hebt zien langskomen de afgelopen tijd? Want je hebt natuurlijk dingen, al van alles nog wat gezien. Van woorden tot één foto per seconde met Memoto tot noem maar op. Wat heeft voor jou nou echt waarde gehad de afgelopen tijd? Nou ja, het grappige is, als je het over live logging hebt. Heel simpel, want als je blijft bij wat ik echt zelf gebruik. Ik gebruik een dienst van Google die bijna niemand meer gebruikt, Latitude. Misschien dat je nog herinnert. Jazeker. Ik gebruik dat dus af en toe, gewoon om te checken dat iemand zegt, ik was daar en heb ik toen in een restaurant gegeten en ik heb er niet ingecheckt, want dat heb je nu misschien vaker, dat je terug gaat in Foursquare, maar dat het langer geleden. Je zegt, dat was toen en ongeveer daar in die vakantie en geen idee, ik weet niet eens meer welke plaats. Ik ga dan terug, het vertelt me welke trips ik heb genomen. Ik vind dat echt een fascinerende, dat ik echt zo terug kan lopen in mijn patroon waar ik geweest ben, waar ik hoe lang geweest ben. Waarom vind je dat zo fascinerend? Ja, ik denk dat het te maken heeft misschien wel met een heel slecht geheugen voor sommige dingen. Het gewone idee dat ik dat ik mijn tijd meer kan besteden aan in het moment zijn en minder bijvoorbeeld aan het bijhouden van, als ik nog later ooit hier wil terugkomen of wat dan ook, moet ik dat bijhouden? Is het dan het omgekeerde van alles, juist fotograferen of een dagboek bijhouden, dat je denkt van, ik heb die sensoren en ik kan altijd terug?
Wat ik er interessant aan vind, wat een onderscheid is wat ik geleerd heb van Buster Benson. Ik maak om 8 uur 36 iedere dag een foto. En, dat deed je net ook. Ja, 8 uur 36, dan maakt het niet uit waar ik ben of waar ik naar kijk. Ik maak een foto. Nou, het mag niet om 8 uur 37. Nee, het mag niet om 8 uur 37. Nee, het is de meest gestelde vraag over dat project. Ja. En dat is uncurated. Dat is gewoon, dat maakt niet uit. Dat is gewoon, er is geen, er zit niet een hele diepere gedachte achter van ik ga het nu wel en dan niet en nu wel en dan niet. Dus ik merk, er is een verschil tussen curated soort live logging, het Foursquare, het heel bewust zeggen ik ben nu hier en anders bewust ook zeggen ik ben hier niet. Of ik check hier niet in, weet je wel. Ja. Misschien doe je dat op sommige plaatsen bewust en op andere plaatsen minder bewust. En dat uncurated, dat je het gewoon eigenlijk altijd doet. Dat je eigenlijk niet meer de beslissing neemt, maar dat je het gewoon altijd doet. Die verschillen vond ik heel fascinerend als uitkomst. Iemand zei op een gegeven moment tijdens de discussie, we hadden een hele goede discussie met het team van Memoto, over hoe de reacties waren. Ik heb zelf een deel van de dag de camera gedragen om te kijken naar de reacties van mensen. Mensen op een gegeven moment zeiden, misschien moeten we de toekomstige foto's wel taggen of een soort watermerk inbouwen. Dat je ziet, dit was een foto met intent. Dit was een foto die ik bewust als foto heb gemaakt voor mensen om als foto te zien. Dit was een foto zonder intent. Dit is een foto die eigenlijk uiteindelijk de algoritmes ingaat. Zonder dat wij er ooit waarschijnlijk een blik op zullen werpen. En dat vind ik heel fascinerend om te kijken hoe dat onderscheid zich als ik het probeer af te pellen, dan zit de fascinatie eigenlijk met die foto's, die data die het algoritme in kan, om te kijken of je ervan kunt leren en of je verbanden kunt ontdekken tussen die foto's die je maakt, het tijdstip van de dag, de weet ik wat voor andere variabelen die je ermee kan matchen, om proberen daar wijze van te worden. Dat is uiteindelijk Quantified Self in het algemeen, toch? Het leren van de data. Ja, en het is eigenlijk, bij Quantified Self is het eigenlijk, what did you do, how did you do it, what did you learn? Dat zijn de drie leidende vragen in elk experiment. Ja. Uiteindelijk is het inderdaad bijvoorbeeld interessant om te zien dat als je iedere dag om 8 uur 36 een foto maakt en je komt erachter dat je voor je gevoel al de hele week foto's van je televisie hebt lopen nemen, dat je blijkbaar iedere keer op dat tijdstip op de bank zit en je kijkt terug en dat blijkt niet zo te zijn. Of andersom, je dacht dat je een heerlijke week had waar je de hele tijd ergens weg was en je kijkt terug en je zegt, eigenlijk heb ik alleen maar achter mijn computer gezeten. Dan kan je eigenlijk dat soort verbanden pas echt matchen met Hoe is het nou werkelijk? En ik weet ook niet waar dat precies heen gaat. Omdat ik denk ik voor heel veel van die projecten overigens nog veel... Ja, goede vraag over rust. En die sluit even aan op, want we moeten even wat vragen mee pikken uit de tijdlijn. Ja, ik heb zelf zoveel vragen. Ja, daarom. Maar als ik anders stellen mensen geen vragen meer als we ze niet meenemen. Rick Valk vraagt zich, nou, daarom kom ik hierop. Hij zegt, wat denk jij dat de grens is? Waar moet je stoppen? Nou, ik denk, ik was er afgelopen weekend bij. Als je zo'n weekend daar bent, is in de community ziet volgens mij eigenlijk geen grens. Maar een persoonlijke vraag aan jou. Ja, als je het persoonlijk ziet, ben ik ook vrij radicaal. Ik ben in principe, weet je, als ik presenteer, laat ik mijn 23andMe, mijn genetisch profiel of wat dan ook, laat ik gerust omdat ik meer geïnteresseerd ben in de reacties van de mensen en de input van anderen, van wat zij ervan vinden. Dus ben denk ik daarin weinig doorsnee, waar ik denk dat het tegen grens aan gaat lopen, zag je heel goed met die Memoto. Dat is... jij en ik kunnen hier afspreken dat we het allebei eens zijn met een foto. Maar als Roland op de achtergrond in diezelfde foto zit. En dat komt vaker voor. Of jij hebt manieren om erachter te komen dat jij daar de hele tijd in die foto zit. Zonder dat je daar zelf wil. Ja, dan hebben we wel een probleem. Omdat jij dan niet eigenlijk nee kan zeggen. Daar ging die hele discussie ook heel erg over. Gaat het gaat dus over privacy. Weet je wat er gebeurt? Dat was ook met Memoto de discussie op South by Southwest. Toen zij pitsten op de accelerator. Ja. Van ja, hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk nog helemaal niet duidelijk. Nee, en dat is het grappige. De Google Glass, hetzelfde verhaal. Ja, weet je, ik bedoel, je hebt niet meer in de gaten dat mensen foto's van je maken. En hoe vaak dan zelfs nog audio. Zelfs en audio en noem maar op. Want dat is een groot verschil overigens. Er was één presentator, Kettle Green, die presenteerde 7 jaar live logging data. Die is begonnen met die SenseCam van Gordon Bell en Microsoft en doet dat al 7 jaar. Zegt, audio was wel echt een probleem. Zij hadden één keer 3 weken lang een collega die audio logde. Niemand wilde met hem praten. Die had een hele erge eenzame 3 weken. Ja. Audio is dus echt een verschil. Dan moet je met de Memoto en bijvoorbeeld Google Glass echt onderscheid tussen maken, denk ik. Wat raar, want video heeft toch ook altijd audio? Ja, video heeft audio, maar dit is geen video. Nee, Memoto is een stilstaande video. Ja, maar dat is toch een stap naar bewegende video, of niet?
Dat is toch minder beeldjes per seconde. Dat is het enige verschil, toch? Ja, en die audio, toch? Ik bedoel, dat is dan in mijn ogen echt een essentieel. Dat is namelijk dat je niet meer vrij uit kan praten. En je kan toch nog best wel vrij uit praten als je alleen maar een foto neemt voor ons gesprek. Okay. En dan hey, Stefan Verkerk, die gaat alcohol drinken tegen zijn voornemen in van dit gesprek. Oké, dat is dan ook. hebben we toch impact. Jan van der Sluis, die zegt nog, oké, dan meten we zometeen alles. En dan? Nou ja, en ik denk dat je dan tot een moment komt dat je heel duidelijk onderscheid moet maken tussen meten en weten. En iedereen zegt meten is weten, maar ik denk dat meten niet weten is. In ieder geval, meten kan je altijd doen. Weten is een heel bewuste stap. Het is eigenlijk dat weer dat verschil tussen intent, geen intent en wel intent. Je kan zonder intent continu meten. Of je dan het vervolgens voor een bepaalde reden gebruikt of niet, is een bewuste keuze. Dus als ik iedere dag op mijn weegschaal stap om te kijken hoeveel ik weeg, dan komt het meer dan eens voor dat ik niet eens heb gezien wat er nou voor getal op stond en dat ik ook niet eens meer de moeite neem. Maar kijk je later in je app terug. Ja, maar wel als er een reden voor is, maar niet vaak. Sommigen ook wel casual dat ik eventjes benieuwd ben of het een hele grote verandering is. Maar vaker als ik denk dat er een reden voor is. Als ik zeg, nou, ik ga nu weer beginnen met rennen. Ik wil nu, vanaf nu, dan ga ik er weer even echt op letten dat ik ook probeer een doel te stellen van waar ik heen wil. Ja, en buiten die periodes is het misschien weer veel minder. Maar er zijn een paar dingen langsgekomen. Je hebt een ECG-apparaat op je telefoon. Je weegt jezelf elke dag. Je hebt een Fitbit in je zak. Yeah. Wat meet jij in godsnaam allemaal van jezelf op dagelijkse basis? Kun je het eens opsommen? Ja, ik denk het wel. Ik heb een horloge op mijn hartslag, mijn skin response. Dus dat is eigenlijk je stressniveau, zeggen sommige mensen. Een beetje dubieus of dat echt zo is. Maar skin response, temperatuur. Dus dit zijn continu metingen. Continu, hè? Dat leg je allemaal vast en dat die stappen, data bewaar je. Stappen tellen. Nou, ik maak iedere dag een foto om 8:36. ik ben dus nu bezig met die ECG. Dit is geen continu meting, maar dit is een event-based. Maar ik heb hier een andere sensor. En dat is dus wel een sensor die is zo klein inmiddels en zo goedkoop. Die kan je gewoon dragen. En die zou je gewoon altijd kunnen gebruiken. En wat doet dat ding? Eigenlijk is dit een ECG. Een EEG. Dus een ECG, voor de mensen die het niet kennen, is een elektrocardiogram. Dat is eigenlijk een hartritme. Een EEG zijn je hersengolven. Daar bijvoorbeeld kan je aan de hand van je hersengolven deduceren wat je slaap bijvoorbeeld is. Diepe slaap, lichte slaap, remslaap. Hier zit een temperatuursensor en een bewegingssensor op. Nou, en dit dingetje kost €35 en hiermee kan je als een Raspberry Pi eigenlijk dingen zelf bouwen. En dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld er één op mijn borstkast te plakken of op mijn arm of op mijn hoofd. Nou, dat ga je ook doen. Nou ja, met deze heb ik rondgelopen en met deze kan je dus, je kan hem hier gewoon opklikken en dan kan je dat gewoon continu meten. Oh, kun je het zien, ja. En als je dit continu meet, dan kan je eigenlijk 11 uur data opslaan of het continu verzenden. Dat is een beetje afhankelijk. Maar in die zin, als het kon, dan ging ik het zeker een tijd doen. En ik weet ook dat ik niet, misschien als er geen direct nut aan zit, er op een gegeven moment weer mee stop. Maar voor sommige dingen, bijvoorbeeld dat continu wegen of ook die hartslag, vind ik nog steeds heel fascinerend om te bekijken. Gisteren gaf ik een presentatie om dan terug te kijken hoe groot dat verschil is en wanneer. Hè, ik ben dus, weet je, ik ben heel duidelijk meer gespannen 10 minuten voor de presentatie, maar vlak voor de presentatie neemt het dan toch weer af. Ik weet ook niet nu meteen wat ik ermee moet. Maar dat is heel erg de vraag. Er waren dingen waar ik nu geen weet van had. En dat is al de eerste stap voor mij in ieder geval. En, de voorbeelden die jij noemt, die gaan voor een gedeelte gaan die heel erg over, zeg maar, harde gegevens, je gewicht, et cetera. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een eenvoudig deel van het verhaal. Ja. Ingewikkelder wordt het als je dingen gaat combineren. Ja. Ingewikkelder wordt het als je het over moods gaat hebben. Hè? Want er zijn ook veel mensen bezig van, weet je, hoe relateert mijn stemming, mijn geluk, mijn ongeluk, et cetera, tot de data die ik vergaar. Hoe log je dat? Nou ja, dat is natuurlijk een super interessante vraag. Sommige mensen doen dat gewoon zelf, zeggen van, ik voelde me toen. Maar het interessante, wat jij net zei, van die data is één ding, maar het interpreteren is eigenlijk het volgende ding. Was bijvoorbeeld iemand en die zei van, ja, ik heb dat erbij gehouden. En toen kwam ik erachter dat ik als ik dan in New York was, dat ik dan altijd gelukkiger was. En zijn conclusie was dan eigenlijk dat hij naar New York moest verhuizen. Maar de vraag was natuurlijk daarna, ja, maar misschien was jij wel gelukkiger in New York omdat je daar niet zo vaak bent. Ja. En omdat jouw vrienden dan heel blij zijn dat je er bent en tijd voor je maken. Het gras is groener. En als je er woont. Ja. Dus dat is een heel ingewikkeld terrein. Maar ja, dan proberen ze, zeg maar, met al dit soort dingen. Oom Malik had op GigaOM een heel goed artikel laatst over bijvoorbeeld over Foursquare. En hoe lastig het, ondanks alle goede suggesties van Foursquare, is om voor Foursquare om te analyseren of die coffeeshop waar je iedere dag 2 mijl, zeg maar, vooruit je route gaat, waarom dat is.
om de serveerster, de leukste serveerster die achter de bar staat, om de koffie die echt fantastisch is, om het feit dat je fit wil worden en daarom 2 mijl loopt naar die koffieshop toe. Je hebt nog zoveel missende datapunten. Dus ieder datapunt wat erbij komt, heeft in die zin mijn fascinatie. Dus ieder stukje, ieder ding is een bouwsteen in het bouwwerk van een zo compleet mogelijk plaatje proberen te bouwen. Ja. Een belangrijke vraag is, dit is voor jou heel belangrijk, maar gaat dit van de liefhebbers naar de massa? Ja, ik denk dat de huidige players zeg maar, in dat veld heel veel in de sporthoek te vinden zijn in de beginstadia. Dus kijk naar de Nike's, kijk naar de Fitbits, de Jawbones. Die richten zich wat op de actievere mens. Grappig genoeg zeggen dat ook veel mensen terecht. Dat zijn de mensen die het niet zo nodig hebben. Ja. Er is een heel moeilijke groep natuurlijk precies het andere eind van het spectrum die het meeste nodig hebben, die het moeilijkst te bereiken zijn. Maar door simpelweg dus de miniaturisering, dus jij neemt net een slok van je biertje, als we dat kunnen trekken, als we dat kunnen bijhouden en als we daar vervolgens mee aan de slag kunnen zeggen, nou, je hoeft verder niks speciaals te doen. Vooral dat stuk, dat ubiquitous, dat je niks meer hoeft te kopen of te doen. En we kunnen dan vervolgens kunnen we je helpen omdat je eigenlijk zelf eigenlijk laat mensen een pakje een potje teer zien, hoeveel sigaret. Het zijn allemaal van die visualisaties die mee kunnen helpen om mensen inzicht te geven. Wat zou George Orwell ervan gevonden hebben? ik denk dat het op een gegeven moment dat hij zegt dat hij een beter futuroloog had kunnen worden dan schrijver. Want ik denk dat zijn voorspellingen redelijk dicht bij veel van wat hij zei. Ja, maar hij was daar ook bepaald niet alleen maar positief. Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik denk wel dat met de toekomst de mens ook mee geëvolueerd is. Dus ik ben zeker geen determinist en denk dat we de richting opgaan en dan alleen maar die richting op kunnen gaan. Hè? Dus dat we niks meer te willen hebben. Ik ben juist een positivist in de zin dat ik blij ben en ook wel trots ben dat er dit soort communities zijn van mensen die proberen bewust mee te sturen, mee te denken. En ik denk niet dat George Orwell nu dezelfde dingen in dezelfde manier per se kan zeggen. Omdat ook de mogelijkheden daarnaast wel degelijk toegevoegde waarde hebben. Als je die uit de vergelijking haalt, nee, maar dan heel krijg je alleen simpel, maar een dystopische, ja, vervelende werkelijkheid. Dat is natuurlijk zo en je kunt het ook niet vergelijken. Aan de andere kant, weet je wel, er wordt ook veel over gesproken. Je geeft net als voorbeeld dat het handig zou zijn als je zou kunnen trekken elke keer dat Erwin een biertje openmaakt. Want dan kun je misschien helpen als blijkt dat hij dat te vaak doet per dag. Yeah. Maar er zijn natuurlijk ook verzekeringsmaatschappijen die dat ook heel graag zouden willen weten. En zeggen, ja meneer Blom, uw premie gaat volgend jaar omhoog. Dat zijn natuurlijk totaal onwenselijke richtingen. Ik denk dus hoe bescherm je zeg maar die goed bedoelende community van jullie tegen dit soort invloeden? Ik denk door altijd zeg maar, met juist die partijen, de grotere partijen, proberen die discussie aan te gaan. Dat is nu ook een van de discussies binnen de community zelf. Hoe betrek je commerciële partijen die duidelijk een commercieel belang hebben erbij, zonder zelf gecorrumpeerd te raken, om even zo uit te drukken. Terwijl je toch weet van ja, zij hebben een mogelijkheid om dingen te doen. Dus als ze zomaar dingen gaan doen, zonder dat we er überhaupt mee over kunnen praten, dan zijn misschien wel verder van huis. Maar ik denk dat je daar een cyclus in zal zien waar we echt dezelfde beweging krijgen, ook wel als de Facebooks. Op een gegeven moment zullen er mensen zijn die te ver gaan, te veel willen trekken, te veel impact willen uitoefenen en dan teruggefloten zullen worden door mensen. En net als, ik vond de vergelijking dus met democratie wel goed wat betreft de Gutenberg-press en het Gutenberg-moment. Democratie is ook geen statisch proces. Het is het minst slechte wat we kunnen hebben, maar we zijn allemaal blijer met democratie vaak dan met het alternatief van een dictatoriaal bewind bijvoorbeeld of wat dan ook. Ja. En dat houdt elkaar maar steeds net in beweging. Het gaat maar net goed. En in die zin denk ik, als je realistisch kijkt, denk ik dat we überhaupt nu met internet, maar straks ook met deze technologie, constant zo'n equilibrium moeten zoeken van hoe zorgen we ervoor dat het iedere keer weer goed gaat. En ik denk dat er heel veel positieve mogelijkheden voor zijn die het spel, zeker het spelen, waard maken. Ja, want Paulus Veldman vraagt zich af of jij erin gelooft dat we een betere wereld hebben door technologie. Ja, ik denk het wel. Ik denk als je naar de bottom line wel. Ik denk dat we, als de keuze is, hebben we er een betere wereld voor de slechte van. Denk ik dat we zeker. Ik geloof wel echt in het feit dat we een aantal structurele problemen gaan oplossen doordat we exponentieel zoveel mogelijkheden gaan hebben en gaan gebruiken. Dat we daar een,
meer profijt dan nadeel van hebben. Laat ik het zo ja, zeggen. Behoor jij tot de absolute believers in Moore's Law en de exponentialiteit van alles? Van alles niet. Ik denk dat je wat je ziet is dat je een beweging hebt. Ik vraag het omdat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn die inmiddels al zeggen van nou, dit is eindig. Ja, nou heel eindig. Ik weet niet wat dit is, wat je bedoelt. Nou ja, dat weet je wel, er wordt vaak gezegd, weet je, dat Moore's Law is natuurlijk dat elke 2 jaar de opslagcapaciteit verdubbelt. Siliconen zijn eindig bijvoorbeeld. Tuurlijk, nu. Het houdt gewoon hetgene op een gegeven moment op. Binnen 4-5 jaar de gebeuren gaat, is dat siliconen. Ik sprak gisteren met iemand van Holst in TNO Philips in Delft. Eindhoven. En die had het bijvoorbeeld over de groottes. Die kunnen nu op 40 nanometer chips bij maken. Intel zijn ze gewoon klaar over een tijdje. Precies. Ja. Nou, en dan gaan we over, in mijn beleving, gaan we echt over op dingen als synthetische biologie bijvoorbeeld. Of het modificeren van bacteriën om functies over te nemen. Andrew Hassel, voor iedereen die dat praatje nog kan herinneren van Malmo, gaf een hele mooie analogie. Ja. Bacteriën, chips, zeg maar bacteriën, silicium, de basis. En dan steeds verder. Dat zijn allemaal soortgelijke structuren en netwerken. Dus ik denk dat we overgaan op een bepaald basismateriaal. En daarom denk ik dat we een beetje dit doen. We gaan op een gegeven moment siliconen. Het zal Moore's Law wat moeite krijgen om te blijven doorgaan. Waar we vervolgens een vervangende basis vinden. En dan weer het hele proces eigenlijk kunnen gaan herhalen. Volgens mij wat we doen is nog één quoteje sla ik over. Maar wil ik wel even vertellen. Want dat vond ik namelijk wel interessant. En jij noemde het zelf al eventjes. Er was ook iemand van de BBC. Dat was Ian Robinson. En het boeiende is natuurlijk als dat soort mensen er komen, dat zijn ook signalen, zeg maar. Dat een beweging die heel erg met elkaar bezig is, groter aan het worden is. En wat aan zijn verhaal vanuit mijn mediaperspectief leuk was, was hij zei van, ja kijk, dat ene ding is dat meten, het weten, wat voor ons interessant is. Hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat we zeg maar een ander soort programma's, een ander soort van inhoud gaan maken, afhankelijk van de veranderende data van mensen, de context, et cetera. En dat is hun fascinatie, zeg maar, van de BBC. Daarom was hij hier nu. En hij was ervan overtuigd dat dit een heel groot ding ging worden. Maar tot slot wil ik eigenlijk nog een praktisch quote laten zien van Mark. Neem aan dat je lief het, zeg maar. Want heel veel van de mensen die hier zijn, die zijn natuurlijk in hun dagelijks praktijk bezig om te kijken hoe dat meten en weten, zeg maar, hun eigen leven beter kan maken. Of ze nu willen afvallen of gelukkiger willen worden of dat dan ook. Hij vertelt eventjes hoe het in de dagelijks praktijk van hem speelt. I knew I was sedentary, but I liked using the computer. So I'm sort of from the generation before the mobile phone. So it's really a PC where you're sitting and you're typing. So I installed some software that told me how many hours a day I was actually using the computer. And it was kind of alarming. Alarming in terms of how many hours you're spending, 8 or 10 hours a day using the computer, which means you're sitting. And I didn't want to give up using the computer, so I re-engineered my chair so that I could get exercise while I was sitting. It's basically a little exerciser. And then I also hooked it to the computer so I could track how much I was really pedaling versus not. So you're sort of like cycling. It's like a cycle that you can use your computer while you're cycling, but it collects the data. So it can say, well, you sat 6 hours, but 75% of the time you were pedaling and you got in 5,000 steps. Versus the next day it said, well, you computed 6 hours and you took about 6 steps. Uh-huh. And that data doesn't lie. And so you realize, gee, I really need to pay attention to this. Ja, dat waren eigenlijk ook heel veel kernen. Ik vind dit is precies, denk ik, waar dit zijn de soort mensen die in de community vinden. Mark komt uit Philadelphia. En dit zijn mensen die gewoon dit soort dingen gaan proberen. Die iets zien. What did you do? How did you do it? What did you learn? Nou, dat is perfect eigenlijk een voorbeeld van. Hij zag een probleem. Hij dacht van, wat kunnen we nou een beetje creatief bij elkaar engineeren met wat handige technologie. En laten we eens kijken wat het resultaat is. En zo makkelijk, misschien was het project misschien technisch niet makkelijk, maar zo bij jezelf kan je het eigenlijk houden. Het hoeft niet groot, duur of ingewikkeld te zijn. Je kan zelf al beginnen met een simpele constatering om die vervolgens te onderzoeken en daar een mogelijke aanpassing voor te verzinnen. Dat is waar het uiteindelijk om draait.
Hartstikke bedankt hiervoor. Ben je geïnteresseerd geraakt door dit onderwerp? We hebben 21 interviews gedaan met allerlei mensen van verschillende pluimage. Het idee was eigenlijk heel simpel. We hadden een Google Doc staan waarin mensen konden intekenen. Dus wij wisten van tevoren ook niet wie er langskwam. Heb je een verhaal, kom langs, was een beetje het idee. Dus je krijgt de hele praktische tot de hele hemelbestormende verhalen rondom dit thema. En we hadden het er eerder al over. En dat was mijn gevoel heel erg. En net Stefan Verkerk zag ik op Twitter ook zeggen. In mijn beleving zitten er heel veel overeenkomsten in de middenjaren 90. Waar we gefascineerd waren door het internet. We dachten, hier gaat heel veel kunnen. Wat het precies wordt, we weten het nog niet. Maar dit gaat belangrijk voor ons worden. En ik had dat het afgelopen weekend ook hier in Amsterdam. Dus volgende keer moet jij ook van de partij zijn, Stekel. Graag. Okay. Dank jullie wel voor het kijken. Als je nu live kijkt, we gaan zo direct verder met een interview over Human. Human.co, Nederlands initiatief, zou je kunnen zeggen, op dit gebied. Kijk je on demand en dan weet je dat je die uitzending en heel veel andere uitzendingen, waaronder die van Quantified zelf, kunt terugkijken via fastmovingtargets.nl. We bedanken nog eventjes voor de streaming Streamzilla. Een andere keer bedanken we weer onze andere Palm-sponsor. Dat kunnen we nu niet doen, want we hebben nu Maarten als Palm-sponsor. En je weet, vind je het leuk, vind je het waardevol wat we doen? Je kunt Fast Moving member worden. Ga naar fastmovingtargets.nl, daar vind je een knop. En je helpt ons de zomer, de winter en de jaren door. Dankjewel. Dag.